Het gebouw is al bijna 100 jaar. Het vervallen gebouw dat er nu staat is na de Tweede Wereldoorlog gebouwd als vervanger van zijn in 1944 verwoeste voorganger. Binnen. Ze gaan nu, het is als, ziet er allemaal vet cool uit. Ik ben blij dat we binnen zijn. Nu gaan we bekijken. Yeah. Holy shit. Jij moet wel stil zijn, hè? Die kastdingen zitten er nog gewoon, hè? En hier nog een kassa. Money. Hey, ging het doen? Ik probeer die kast te kraken. Oh joh. Ik denk dat het fout was, want ze hebben zo'n alarmboekje open liggen. Persoonlijk letsel. Oh, ik heb mijn lamp uitgezet. Hier is gewoon iemand op de deur nog. En dit is echt creepy, hè? Dit is wel echt heel creepy. Oké, let's go. Naar boven. Ja, dat lijkt wel goed. Spread love, not hate. Nou, wijze woorden. Wijze woorden. Dit is nice, man. Mens, is gewoon een complete meterkast gewoon nog. Oh yo, kijk dan. Wat is hier gebeurd? Wat is hier? Het is net een lab of zo. Kijk dit. Strippertjes. Nou. Dit is gewoon zo'n lab waar ze allemaal dingen testen, joh. Het is bizar dat dit gewoon zo gewoon moet staan. Hey. Zijn wc's. De wc's. Niks lopen, dat is het. Nee, niks beter. Lopen, ja. Poep. Wie heeft een wc? Als ze bij het raam staan, moeten we oppassen dat ze niet te veel gezien worden. Ja, wacht. Eigenlijk moet je wc-borstel meenemen. Ligt zich allemaal. Ja, nee. Oké, hier moeten we dus ook oppassen. Ik heb een wc-borstel. Waarom niet wc? Het is toch veranderd. Oh joh, helemaal ingestort. Kijk al die oordopjes. Als we een bed hebben, dan kunnen we even gewoon opzetten. Yo, what the fuck. Dit is toch bizar, mensen, dat dit hier allemaal ligt. Ja, 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 ja. Yes. Oh, dek. Voor jou. Dit is ziek. Holy shit. Mensen. Wat is dit dan ook? Ik had het gewoon zonder dit al cool gevonden, maar dit maakt het gewoon af. Eén of de brandblussers, let's go. Wat is hier dan gebeurd, joh?
Wat? Wacht, wat is met die bouw dan? Ik ben heel blij dat ik een lamp heb, want... Oké, eerst even kijken, niet door spinnenweb heen lopen. Oh, ik voel niet dat er zwerven slaat. Nee, er slaat niks. Nou, laten we verder gaan. Hey joh. Maar dit is ook... Hey, er zijn allemaal trappen omhoog nog, hè. Maar dit is wel sick hoor, als hier. Ja, maar serieus. Daar gaan we. Laten we eerst naar boven gaan. Oké. Zit even stil en probeer. Oké, ik ga eerst. Oh, wat is dit? Oh, dit is creepy. Oké. Als hier echt dingen boven zijn, ik ga helemaal kapot. Pieter, houd voor. Nee, geen. Hij staat ervoor. Oké, maar. Oh, maar dit. Maar het is niet. Het is allemaal heel klein boven. Dus hey, ik kan niet naar boven. Kan niet verder. Nee, het is niet per se iets heel bijzonders aan. Je mag even kijken, maar... Maar het is een heel laag dak. Ja, maar dat is toch sick dat dit hier nog aan is? Wojo. Ik ga nog even vet koelen. Binnen. Wat is de bedoeling voor de kelder? Kom hier. Dit ziet er nog best wel nieuw uit, hè, wat hier op ligt. Oké, ik ga even kijken of ik hier naar beneden kan. Iets minder zin. Ik ga even kijken of ik niet gewoon via een deur of zo naar beneden kan. We zijn gewoon in de... Dit is wel een ziekste locatie, hoor. Wat zijn dit, joh? Ah, dit is creepy. Ja, laat mij niet schrikken, want dan gil ik en dan weet de hele buurt dat wij zijn. Ijo. Hier ligt een trap, dat is niet per se een heel goed teken. Hé, hey, er zijn nog meer dingen. Ja, eerst even hier kijken. Nee, zie je. Glijbaan. Dit is een glijbaan. Glijbaan. Oké, hier zijn echt heel veel spinnen, denk ik. Is hier boven misschien een ding naar boven? Want er is volgens mij een toren. Dat zou ziek zijn. Kom hier uit. Waar? Kom
daar naar beneden geklommen. Nee. Ik wil je niet heen. Ik wel. Zag het niet. Oké, ga ik ook doen. Oké, mensen, we zijn nu dus in een kelder of zo. We zijn dus hier in een kelder. Het is heel creepy. Weet ik niet, ik zal even kijken. Dit is wel gemaakt. Dat wij hier gewoon. Ik zou niet tegenhouden. Dat wij hier gewoon zijn. Gewoon via daar. Dat is het makkelijkste. Ik ga weer de camera draaien, maar het is wel kijk. Muziek. Zo soepel. Soepel weer. Ja. Oké. Ga het liefst met twee mensen naar binnen. Tel geen geld in het zicht van de derde. Zorg dat er zo min mogelijk geld in de kassalades aanwezig is. Dat is belangrijk. Haal meerdere keren per dag het afroomkruisje leeg. Papiergeld niet beneden in het magazijn, maar in de kluis. Laat nooit sleutels in de kluis liggen. Mensen, we gaan even eten. Wel twee krentenbollen mee. Twee of gewoon. Nee, niet. Nee, ik kan gaan even eten. Oké, mensen, we gaan hier weg. We zijn net op zoek geweest naar de. Waar je nou die toren in komt. Ja, die deur zit dichtgebouwd. Jammer dan, maar oké. Okay. Die toren hoort hem niet. Maar ik denk dat dat ook wel heel gevaarlijk was, als je daar kijkt. Nou mensen. Joejoe, tot de volgende video. Bedankt voor het kijken. Even een duimpje omhoog. Abonneer even op ons kanaal. En dan zie ik jullie in de volgende video weer. Doei!